het is natuurlijk wel zo een feestelijke dag vandaag. Ja, absoluut een feestelijke dag. Wat is er nog mooier dan weer een totaal gerestaureerde botter vandaag te water kunnen laten. En dan ook nog met dit weer. Kan niet mooier. Je ziet aan de mensen ook dat ze een beetje opgelucht zijn van we hebben weer een feestje, hè, na een hele nare tijd. Ja. Maar goed, het is voor jullie natuurlijk als Botterstichting heel belangrijk dat er nu weer een schip het water in gaat. Ja, absoluut. Gelukkig hebben we er al meerdere, maar dit is wel al onze 9e botter. En die eigenlijk weer vanaf de kiel helemaal opgebouwd is naar het zoals het schip hier nu achter mij eruit ziet. En daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op. Ja, maar dat is wel zo. Het is natuurlijk tot stand gekomen met heel veel vrijwilligers. Want jullie hebben ook een leerproject, hè, waar hier aan meegewerkt is. Klopt, dat is wel mooi dat u dat zegt. De restauraties die wij op dit moment doen, die vinden allemaal plaats in onze leerwerkschool. Wij hebben een leermeester, scheepstimmerman, en dat is Kees Leusink. En die heeft aan dit schip gewerkt bij meer dan 10 stagiaires in dik 3 jaar tijd. Dus hoe mooi kan het zijn dat ook jongeren nog weer het oude ambacht van scheepstimmerman hier kunnen leren. Ja, en moet je daar dan voor speciaal voor in Elburg zijn, denk ik? Is de jeugd daar zo bij betrokken? Nou, het is niet alleen jeugd uit Elburg. Het zijn juist ook scholen van mbo-scholen uit de omgeving, vanuit Zwolle. Maar zelfs ook van Houten Meubel College uit Amsterdam. En jongeren die interesse hebben hier voor houtwerk en om daar verder in te gaan, die kunnen helemaal bij ons terecht voor stages. En dat voelt natuurlijk dubbel prettig. Ja, absoluut. Want je hebt een mooie taak dan, ook voor de anderen. Kijk, het is natuurlijk behoud van cultureel erfgoed. En ja. Dat doe je ook voor de generaties na ons. Dan is het natuurlijk mooi dat jongeren hier nu al aan mee kunnen werken. Want het is een kostbaar project. Het is een kostbaar project, ja. Maar dat komt ook omdat we het doen in de leerwerkschool. Dat vergt natuurlijk meer tijd, begeleiding. De scheepstimmerman die moet die stagiaires ook allemaal begeleiden. Dus je hebt ook meer tijd nodig. En dat kost natuurlijk geld. Maar ik moet zeggen, daarin worden we ontzettend goed gesteund door de provincie Gelderland. Andere fondsen, bijvoorbeeld het Prins Bernhard Cultuurfonds, heeft er enorm aan bijgedragen. Wij hebben zelf een behoorlijke investering gedaan om dit mogelijk te maken. Sponsoren, en daar zijn we gewoon ontzettend blij mee. Maar ik moet zeggen, wat wij beloven, daar komen we ook na. En het resultaat, dat ziet u. Ja, want je begint ergens aan en dan moet het nog klaargemaakt worden. En zoals het nu ligt, is het helemaal af, hè? Hij is helemaal klaar. Van top tot teen. En ik hoop ook dat we voorlopig geen onderhoud daar meer aan hebben. Nee. Natuurlijk is het wel zo dat in de winter gaan alle schepen van ons even de loods in om nagekeken te worden. En er komt er weer eentje bij, de 9e. Met hoeveel vrijwilligers zijn jullie? Wij hebben nu bijna 200 vrijwilligers. En die op een of andere manier daar dagelijks mee bezig zijn. En of het nu in de zomer is met het varen, of in de winter met het onderhoud. En of het nu mensen zijn die met de motoren bezig zijn, of mensen met het onderhoud van het hout, of met het timmeren. Of mensen bij de PR, of mensen bij onze ICT voor het onderhoud van de website. Ze zijn er allemaal bij betrokken. Ja, want ik zag zelfs dat de vrouwen meeliepen. Hè? Dus zeker. Ja, zelfs daar hebben jullie dus vrijwilligers voor. Ja, en we hebben nu ook sinds kort een jeugdraad die ons als bestuur gevraagd en ongevraagd advies geeft. We hebben meer dan 25 jeugdleden in de leeftijd van 10 tot 18 en die allemaal opgeleid worden tot botterschipper. Nou, we kunnen dus nu zeggen, Elburg is een schiprijker en dan is het de EW15 die vandaag te water wordt gelaten. Ja, om 11:30 beginnen eerst even de normale woorden van dank en dergelijke. En dan om 12:00 gaat hij hier echt van de helling af en dan wordt hij niet weer opnieuw gedoopt, want het schip kan maar 1 keer gedoopt worden. Dan wordt hij weer opnieuw te water gelaten en dat gebeurt door een oud schipper nog die ook als visserman nog gevaren heeft. Nou, een felicitatie is zeker op zijn plaats. Dank u wel. Ja. Graag gedaan. Hansestad, Elburg. Hoe kun je dat nu beter zien dan met zo'n mooie oude stad? Maar dit is ook het hart van de botters in Nederland. En vandaag komt er formeel weer een nieuwe bij. En dat is wel een moment om bij stil te staan. En ik snap ook dat er zoveel mensen zijn. Want Elburg en botters die horen bij elkaar. Maar botters zijn er niet vanzelf. Daar zit veel werk in, daar zit veel ambacht in, daar zit veel kennis en kunde in om ze te kunnen laten varen. En eigenlijk, ik heb zeer veel bewondering voor alle vrijwilligers, stichtingsbestuur,
maar ook de meester die iedereen alles uitlegt en leert hoe je ze in de vaart moet houden en hoe je ze moet restaureren. En heel eerlijk, waarom kan dit? Juist door die mensen die daar zo hard aan trekken, maar ook door het gemeentebestuur van Elburg, die zo slim is geweest om de Bortus gewoon gemeentelijk monument te noemen. Want dan kom je voor subsidieregelingen in aanmerking. En dan kan je ze dus ook varend houden. En dat is slim, zo kennen we natuurlijk de gemeente Elburg ook, zo kennen we de inwoners van Elburg. Maar het mooiste is dat je de verbinding maakt met het Gelders Restauratiecentrum. Want daarmee wordt ook naar de toekomst gegarandeerd dat kennis en kunde overeind blijft. En dat is ook over 20 jaar Elburg nog steeds het hart van de Bortus in Nederland is. Ik wil jullie mee feliciteren en mee complimenteren. Want er is geen enkele plek in Nederland waar het zo mooi bij elkaar komt. En dan ben ik geen inwoner van Elburg, maar dan ben ik blij dat ik van de provincie ben. En zeg maar, het is ook van mij. En ik wou je oproepen, vent het uit, zeg het gewoon, want u hebt echt iets om trots op te zijn. Heel veel plezier vandaag. En eerlijk gezegd, ik hoop op een mooi schouwspel als die zo meteen te water gaat. Van harte gefeliciteerd. Deze botter die markeert een beetje de grenzen van mijn wethouderschap, zal ik maar zeggen. Ik heb aangegeven dat ik niet verder ga als wethouder. En een van de eerste dingen die ik mocht doen als kersvers wethouder, zo'n 3,5 jaar geleden, was de kielbalk leggen onder, ik durf het nu te zeggen, nu die er zo mooi uitziet, onder als het ware het wrak van de EB15. Met toenmalig gedeputeerde Jozan Meijers liepen we weg en toen zei ze, die mannen hebben er wel zin in, hè. Zag ik wat mooi eigenlijk dat zo'n EB15 als het ware als een soort katalysator heeft gewerkt in het bijeenbrengen van verschillende overheden. Zie hier, het gebeurt weer. En niet alleen de provincie is hier, ook de Tweede Kamer vertegenwoordiging is hier zelfs aanwezig. Dank voor uw komst. Ik hoop dat de EB15 op vaker en mooiere, nou mooiere, dit is al mooi, maar op andere momenten weer opnieuw die katalysator mag worden. In het leggen van verbinding, in het leggen van de goede momenten. Beste mensen, ik wens u als Bortus Stichting heel veel succes en een behouden vaart met de EB15. Dank u wel.